heren, jongens, meiden, een hele goede morgen. Eindelijk is het zover, we mogen op wat met de hagelnieuw tussen. Hij is er al eventjes, maar de nieuwste Golf R. Iets sneller, we hebben 20 pk extra, 20 Nm extra. En dan komen we dus uit op 320 pk, 420 Nm. Een sprintje van 0 naar 100 in 4,7 seconden. Maar dit is de Golf R met performance pack. En die performance pack, dat maakt alles relatief interessant. We gaan gewoon lekker rijden. Optioneel hebben wij het 7 kilogram lichtere Akrapovic uitlaatsysteem. En dan zou je denken van, oké, leuk, interessant, kost 3000 euro ruim. Ja, best geld voor een uitlaatsysteem op een Golf R, zou je zeggen. Helemaal de moeite waard. Uitgerust met het performance pack. En het performance pack is niet simpelweg een begrenzer die hoger ligt. 270 km per uur, 4,7 naar de 100. Maar wanneer je het performance pack aanvinkt voor 2000 euro extra op de nieuwe Golf 8 R, krijg je, als die eindelijk, een driftmodus en een Nürburgringstand. Daarnaast heb je ook standaard 19 inch lichtmetalen velgen. Die wil je ook gewoon hebben. Dus dat is wel een must. En dat denk ik toch van, ja, 2000 euro krijg je wel een hoop voor. En je hebt dus die Nürburgringstand. Speciaal geprogrammeerd op de Nürburgring. Het onderstel wat wat zachter wordt. De motor natuurlijk die gewoon wel helemaal standje linkerbaan staat. En dus een driftmodus. Nou. Klein sprongetje. De prijs van deze Golf 8 R is gewoon ruim 80.000 euro. Nou, zou je uiteraard kunnen zeggen, dan kopen we het toch tweedehands? Ja, kan. Heeft niet heel veel zin in deze tijd, want nieuwe auto's zijn zoals je waarschijnlijk weet slecht leverbaar. Dus de tweedehands prijs is zo goed als hetzelfde als de nieuwprijs. Dus mocht je er eentje kunnen bestellen, dan kan je waarschijnlijk ook meteen weer doorverkopen voor dezelfde prijs of wellicht zelfs met winst. Maar de prijs van deze auto is dus wel een dingetje. Want ja, 80.000 euro ruim voor een Golf R. Daar kan je natuurlijk heel veel van kopen. Open en eerlijk. Het is nog het begin van een video. We hebben nog niet helemaal kunnen voelen. Gaan we wel doen. Of die dat ook gewoon waard is. Maar voor 80.000 euro kan je natuurlijk gewoon open en eerlijk een hele hoop auto's kopen. Om je een idee te geven. Je hebt voor 80.000 euro een hele knappe BMW M4. Voor 80.000 euro heb je ook een pre-facelift met lage kilometerstand C63S coupé. En waarom zou je dan toch voor dit moeten gaan? Nou, en een van die dingen is uiteraard gewoon het gebruik en het gemak van een Golf R, waarmee alles kan. Het is een auto die kan alles. Hij is snel, hij is praktisch natuurlijk. En gewoon kwalitatief steekt het allemaal super in elkaar. Stoelen zijn top, je zit mooi. En we hebben natuurlijk launch control. Tot 7000 toeren. Daar zijn we al 100 km per uur. We gaan gewoon lekker door in Mexico. En dat was iets harder. Maar dus die Nürburgringstand. Terwijl op het moment dat je deze auto in race, alles in race zou zetten, wordt het echt een harde hot hatch. Onderstel wat gewoon strak is en echt dus, zoals je zou zeggen, zoals je zou geloven, zoals je zou verwachten voor het circuit. Nürburgring is natuurlijk gewoon een circuit wat niet is gemaakt van strak asfalt. Eigenlijk gewoon de stand die je wil hebben op een dijkweg. Op een weg in
in Nederland waar je gewoon wat sportiever wil rijden. Waar je wel gewoon inderdaad de volledige engine sound hebt. De acceleratie, de gasrespons, de remrespons. Verzin het. Waar je hem gewoon eigenlijk standje sambal wil hebben. Maar dan wel gewoon met het zachtere onderstel. Verder is launch control bij deze auto wel heel erg simpel. Want het enige wat je hoeft te doen is de auto in sport of in race. Traction control maakt niet uit. Aan, uit of in sport. Voet diep op de rem. Gas erbij. Launch control programma actief. ...7000 toeren en dat was maar weer 0 naar 100 in de Golf R. Ja, het is een hele dure hot hatch, maar als je ziet wat dit allemaal kan, jongen. Het is echt niet normaal. Dit is echt de ziekste hot hatch die ik ooit heb gereden, hoe hard dit door een bocht gaat, hoe dit blijft kleven, hoe dit accelereert. Het is echt krankzinnig goed geworden, maar misschien ook gewoon daarom te goed voor een hot. En dit was zo alweer de 8e generatie Volkswagen Golf R op mijn kanaal. Jongens, wil jullie onwijs bedankt voor het kijken van deze video. Ik wil Apoit onwijs bedankt voor het uitlenen van deze auto. Heb je interesse, wil je deze auto kopen, wil je deze auto zien? Check even het linkje in de beschrijving, dan vind je de directe link naar deze auto. Hij is te koop uiteraard. En ja, laat ook vooral weten wat je van deze auto vond. Ik ben heel erg benieuwd waar jij namelijk je 80.000 euro aan uitgeeft. Ga je hiervoor? De concurrentie, de andere 4-cilinder A45S, is een stukje duurder. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij zou kopen voor 80.000 euro. Laat me weten. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Masselen!